Goedemiddag, welkom bij het Alberda Stadscollege. Als u jas kwijt wilt, kunt u hier beneden gaan, rechtsaf, trap af. En als u iets te drinken wilt, thee of koffie of een koek erbij, kunt u naar deze kant gaan. En als u een rondleiding wilt, moet u naar die mevrouw gaan. Alberda Stadscollege is een samenwerkingsverband tussen Alberda en Zadkiem. En de niveau 1 opleidingen van het Alberda en de niveau 1 opleidingen van het Zadkiem zijn daarin samengebracht. Dat betekent dat je als jongere iets wilt op niveau 1, dan ga je niet meer naar of het Alberda of het Zadkiem, je gaat naar het Startcollege. En die bieden jou een opleiding aan, passend bij jouw behoefte. We staan nu in de keuken, wat ben je hier precies aan het doen? Nou, we hebben net de burger, hamburger gemaakt, milkshake gemaakt. En we zijn aan het opruimen, een beetje. En wat leer je nog meer voor in je opleiding, behalve broodjes hamburger maken? Nou, we doen verschillende lessen. Rekenen, zorglessen, praktijkzorglessen, hoe je met ouderen moet omgaan. Dus bed opmaken, ziekenhuizen, bij ziekenhuizen stage lopen. Van waar is het idee eigenlijk ontstaan om samen te gaan? Het zijn verschillende dingen liggen daar aan de grondslag. Eén is efficiency. Het is raar als Alberda een horeca 1 niveau keuken heeft en Zadkiem heeft dat ook. Dus we gaan een beetje zorgen dat wat Alberda heeft, gaat Zadkiem niet doen, of wat Zadkiem heeft, gaat Alberda niet doen. Het idee erachter is ook dat de onderwijsprogramma's ongeveer gelijk moeten lopen. Dus dat hoe wij een leerling belasten en wat wij als eisen stellen, dat moet Zadkiem ook doen. En dat moet niet te veel verschillen, want anders zou de ene opleiding makkelijker of lichter zijn dan de andere. Is dat ook misschien een insteek om de niveaus gelijk te trekken? Daar wordt nu al aan gewerkt. Dus zeg maar, je hebt de praktische uitvoering is dit. Je ziet het Startcollege, maar er zijn ook allemaal werkgroepen bezig om de eisen die gesteld worden gelijk te trekken, de onderwijsproducten ook min of meer op elkaar af te gaan stemmen. Dat maakt niet meer uit welke locatie je gaat. De opleiding en de behandeling, de benadering van de leerlingen zijn ongeveer overal hetzelfde. Ik ben Nick van der Wijk. En wat voor stage loop je dan? Ik loop stage bij de karwei, 3 dagen in de week en ik werk daar nu ook. Dat heb ik middels door mijn stage gekregen. Dus je hebt nu dus ook echt werk? Ja, daar heb ik nu ook echt werk door mijn stage, zeg maar. Een normale schoolloopbaan van een kind is groep 1 tot 8 op de basisschool, dan voortgezet onderwijs. En als je dat goed afrondt, dan ga je daarna verder leren aan het mbo of hbo. Nou is er een groep leerlingen die rond het voortgezet onderwijs niet goed af. Sommigen door pech, anderen vinden het te moeilijk, geen zin, verhuizingen. Je komt later Nederland binnen, waardoor je nog heel veel moet leren. En die kinderen zijn veroordeeld, of die mensen zijn veroordeeld tot niveau 1. En op niveau 1 kan je een AKA-opleiding halen. En met die AKA-opleiding, dat diploma, kan je verder leren op niveau 2. Nou, dan heb je AKA voor jongeren. Dat zijn dus de groep 16 tot 20-jarigen die nog een beetje schools benaderd worden. Maar die hebben weer een andere achtergrond dan de volwassenen. Er zijn ook een hele hoop mensen die gewoon 25 zijn en geen diploma hebben en wat willen. En die kunnen hetzelfde diploma halen in een andere setting op het Startcollege. En dan heb je ook nog de anderstaligen. Dat is een groep mensen die later Nederland zijn binnengekomen, behalve een diploma AKA, ook nog de taal moeten leren. En die kunnen hier dus die AKA-opleiding volgen met extra Nederlands en hetzelfde diploma halen. Ik ben Christine de Landois van Alberda Startcollege en ik werk met anderstaligen. En deze groep is zorg en welzijn, horeca. En ik heb een opdracht verzonnen dat ze heel veel moesten samenwerken, waarbij ik de competenties kon verenigen. En het is competentiesgericht onderwijs en dat heb ik hier ook opgeschreven. Bijvoorbeeld hoe ze samenwerken, organiseren, plannen, instructies opvolgen, omgaan met elkaar en met kritiek. En nou, die staan hier allemaal op papier, dat hebben we ook besproken. En ze leren ook materiaal te gebruiken dat ze niet kennen, omdat sommigen ook met kinderen of met ouderen werken. Dus ze activiteiten leren verzorgen. En de opdracht was, jullie krijgen allemaal witte vellen van A3. En het moet helemaal wit zijn, dus het moet één groot vel worden. Zodat je daarna dit beschildert met bloemen. En het moet bijna geen wit meer overblijven. Wat kan je nou uiteindelijk doen als je hier een diploma, want je hebt niveau 1, maar je kan ook nog verder? Ja, er zijn twee opties als je bij ons klaar bent. Dan ga je of werken. Dan ga je dus met het diploma de arbeidsmarkt op en in de hoop dat dat wat op gaat leveren. Of, en als je capaciteiten toelaten, kun je verder gaan leren op niveau 2. Maar dat hangt heel erg af van wat je capaciteiten zijn. Want als je het niet in je hebt, dan gaan we dat ook niet meer doen. Je moet het wel kunnen en dan zal een niveau 2 opleiding je ook aannemen. En dan... Dus jullie zullen niet iemand gaan pushen, zeg maar, om door nee, te gaan? Nee, wat we proberen te doen is iemand inzichtelijk te maken waar hij goed in is, waar hij sterk in is, wat hij kan en wat hij niet kan ook. En hem dan een keuze te laten maken. En
Sommige mensen zijn er heel makkelijk in te bewegen en anderen zullen wij een beetje moeten pushen in de richting die verstandig is. Goedenavond, ik wens u nog een fijne avond en tot ziens.